is vandaag woensdag 22 juli. Ja. En het is 10:50. Ik ben al wakker van... Ik was al vroeg wakker, hè? Half 10. Ah, 9:30, toch niet zo super vroeg, maar vroeg voor een vakantie in ieder geval. Ik en mijn zus zijn geen ja, geen nee aan het spelen. Echt heel leuk, maar super frustrerend. Want je moet je echt concentreren dat je dus geen ja en geen nee zegt. Sina komt om 1 uur en we kunnen misschien zwemmen, want ja, het is aan het opklaren. Dus ja, we gaan zien of het lekker warm is. En dan kan ik daar ook weer een heel deel van vloggen. Dus veel plezier. Hey iedereen, Sina is nu hier zoals jullie kunnen zien. Hallo. En wat gaan we doen? Naar de Issy Paris. Ja, ik heb dus een bonnie gekregen van 25 euro, wanneer we gaan iets uitzoeken. En zelfs gaan we ook zwemmen en een spelletje spelen, dus dat mag fijn. Ja! We zijn nu bij de Issy Paris en we gaan nu naar binnen. Ik ben nu dingetjes aan het zoeken, maar het is allemaal zo chic. Dus het gaat nog even duren, dat vrees ik. We zijn terug van de Issy Paris en vertel eens even die actie. Oké. Okay. Jij waarschijnlijk eerst zijn mijn ding vertellen. Ja. Oké, okay, er was dus een actie van Be Creative, maar ik had geen geld bij. Het hoofdmerk van Issy Paris. En er was een palet van 30 euro. En die kwam nu nog maar 15. Dus mm-hmm. Ik dacht, oh, chic. En toen was er nog een ander palet. En die kwam in plaats van 30, 5 euro. En toen dacht ik van, oh my god, ik moet een palet hebben. Dat had zoveel pigment en iedereen op tv gebruikt dat. Ja. Janica Zalsies van... Visagistes gebruiken het heel veel. Weet je die zijn programma's? Oh, Jani en zo'n man, zijn vrouw. Ja. Dus. En dat is gewoon cool, dus ik moet die gaan halen en ja, ik ga die gewoon halen. Want soms zijn Catrice producten nog duurder, dus. En ik had dus een giftcard en ik heb iets gekocht en die ga ik nu laten zien, want ik ben er super blij mee. Een palet van Dior, oh my god. Hij heeft 5 kleuren, ik ga hem even open doen. Ja, doe maar even, want ik krijg hem niet open. Wacht, hè. Het zakje van Christian Dior. Oh my god. En dat voelt zo zacht. Ja, fluweel. Ja, er staan nu wel vingervlekken op. Ja, omdat we het al eruit gehaald hebben. Zo ziet hij uit. Oh, supermooi. Er komt nog een artikel van op mijn blog. Dus in de gaten houden en een video. En tada. Oh my god. Zo mooi. Echt supermooi. Oh, love it. We gaan nu zwemmen. Yay! En misschien dat ik ook wat kan vloggen in het zwembad, want ik heb nu toch een selfie-stick vast. Dus dat is niet zo gevaarlijk. En dan zien jullie waarschijnlijk in het zwembad. En anders als we eruit zijn. Ik zie ze al en ik ga ze nu vangen. Waar, kever, schaatsverdame. Schaatsverdame ze! Zit een tort. Ja, ik ben aan vissen. I'm fishing. I love fishing. We zijn nu in het zwembad. Yay! En ik ga dadelijk iets vloggen, een kunstje. Ja, die selfie stick staat heel los, dus ik kan niet in die band springen. Hi! En we gaan nu, we hebben een showtje bedacht en we gaan het nu filmen. Ja, en ik ben heel begrijpen. Ja, veel plezier. Het is 5:10 en ik ga zo meteen naar de orthodont vertrekken. Maar Sina is uiteraard hier, maar ze gaat met mijn zus 3 spellen spelen. Ze gaan kijken hoeveel ze krijgen uitgespeeld en ik zal eventjes vloggen. Ze gaan Ramses, Luxor en Dolor spelen en jullie gaan nu eerst dat doen, hè? Ja. Oké, ja, veel plezier. Zo ziet het eruit. Het is echt de allereerste versie, hè, van Betoverde Dolor. Cool. Allright, veel plezier. Before... We zijn nu bij de orthodont. After. Het is nu 7:30 en we zijn terug op weg naar huis. Ik ben net van de orthodont en ik heb nu grijze lokjes voor degene die het niet gezien hebben. En ik ga nu naar huis, Sina is nog bij mij en dan kunnen we waarschijnlijk nog op zwemmen. Ja, de zon schijnt niet meer, maar het is wel nog steeds warm. Dus dan zie ik jullie thuis weer. Hallo! Het is nog tussen 7:30 en we gaan zwemmen. Kom, we gaan naar buiten. Ja, ik moet me nog uitkleden, besef ik net. Ja, ik heb mijn bikini nog aan. Oh nee, mijn bikini moet ik nog niet. Zo, ik heb mijn bikini aan. Sina is al naar buiten. Ze gaan al in het zwembad. En ik ga nu ook. Oh. De zon
is volledig weg, maar ja, boeien. Die was plat. Wat blieb? Die was plat. Oei. Volgens mij is dat geen gat in. Oh ja, dat kan. Oké. Okay. I'm gonna swim, we gonna swim. Maak mij dadelijk ook vloggen. Ja. Als ik er veilig in geraak, tenminste. Dit is dangerous. Oh, het water is koud. Ja, we moeten daar gewoon weer terug gewoon worden. Ja, we zijn net uit het zwembad en het is nu echt heel erg koud. Ja. En hoe laat moet jij door? Voor de fiets. Om 9 uur. Oké, en je kwam net een man langs fietsen. En ik ga naar douchen, want ja, dan ben ik gewoon lekker op mijn gemak en ga ik deze vlog bewerken. En denk dat ik hem bij deze ga afsluiten. Ik hoop dat jullie hem vandaag leuk vonden. Doe een duimpje omhoog als je het vond. En vergeet niet te abonneren hier beneden als je het niet gedaan hebt. En zie ik jullie morgen weer in mijn volgende vlog. Doei! Doei!